De jaarlijkse UNESCO-dag van de alfabetisering is een goed moment om stil te staan bij dit thema. Wat betekent geletterdheid voor ons en voor de mensen om ons heen? Iedereen heeft een eigen verhaal met verschillende passies en beperkingen. Leren lezen en schrijven is slechts de eerste stap. Om een voorliefde voor lezen te ontwikkelen, moet je een manier vinden om de wereld van boeken en literatuur te ontsluiten. Hoe meer je leest en geniet van lezen, hoe meer je geneigd zal zijn om naar nieuwe boeken, nieuwe schrijvers en nieuwe stijlen te zoeken. En je vrienden en familie erover te vertellen. Boeken zijn om te delen en om door te geven. Onze organisatie BiblioNef wenst dat elk kind het plezier van lezen ontdekt. Veel kinderen in de wereld hebben simpelweg geen toegang tot verhalen of prentenboeken. Er zijn geen boeken thuis, weinig boeken op school en er is geen openbaar bibliotheek in de buurt. BiblioNef verzond de afgelopen 30 jaar bijna 1,4 miljoen boeken aan leerkrachten en kinderen in dit soort situaties. Wij vinden dat elk kind een schatkist aan boeken zou moeten hebben. We werken met vrijwilligers en ons team van vrijwilligers hier in Den Haag werkt onvermoeibaar om de beste boeken te vinden, in te pakken en te verzenden naar de scholen die contact met ons opnemen. Onze andere vrijwilligers zijn verspreid over de hele wereld. Wij krijgen er ook veel voor terug. We ontdekken mooie nieuwe boeken, aangrijpende verhalen, baanbrekende uitgevers en soms vergeten schrijvers. We zitten allemaal samen in een voortdurende leercurve. En de feedback die we krijgen van de scholen en gemeenschappen waarmee we werken, houdt ons ook op de been. Zo is het stamhoofd van Assin in Ghana, bijvoorbeeld, van plan om van zijn stad een leesstad te maken. Een stad waar iedereen, jong en oud, bezig is met het lezen van een boek en het doorgeven van boeken aan elkaar. Het is een prachtig idee en daar kunnen wij ook wat van leren. BiblioNef is dus altijd op zoek naar inspirerende manieren om kinderen en jongeren te helpen om levenlang lezers te worden. Dus neem alstublieft contact met ons op. Deel uw verhalen en ideeën met ons. Omdat boeken moeten worden gedeeld en doorgegeven. Dank je.